Welkom bij deze nieuwe video. Ik zie er echt niet uit. Ik heb mijn haren eventjes snel gedaan. Ik heb geen wenkbrauwen, geen make-up, in mijn badjas, alles. Ik ga vandaag mezelf een 0 to 100 makeover geven. Ik ga vandaag letterlijk laten zien hoe ik me altijd klaarmaak. Echt van 0 tot 100. Dus echt vanaf het moment dat ik uit de douche ben gekomen. Tot aan wanneer ik weer helemaal ben opgemaakt en helemaal ready to go. Dus ik ga gewoon vandaag laten zien hoe ik me altijd helemaal van begin tot einde helemaal klaarmaak. En een leuke glam look maak. Normaal zien jullie het proces voordat ik aan mijn make-up begin niet. Dus jullie zien niet dat ik mijn haren doe, mijn wenkbrauwen doe, mijn dagcreme doe en al die dingen. Ik begin altijd pas daarna. Dus nou zie je echt letterlijk vanaf de douche tot aan het einde. Dus dat leek mij wel leuk om te doen. En ja, als je benieuwd bent, blijf dan gewoon vooral nog even kijken. Want ik ga vandaag echt alles laten zien. Dus we gaan gewoon snel beginnen met de video. Nou, ik ben nu net uit de douche gekomen. Ik heb mijn haren niet gewassen. Die zitten gewoon nog in de knot zoals ik uit bed ben opgestaan. Ik was mijn haren maar 1 tot 2 keer in de week. En vandaag is het geen harenwasdag. Ik ga beginnen met de knot eruit te halen. Mijn haar moet gewoon helemaal los. En zoals je ziet, het ziet er niet uit. Oh my god. Dan ga ik mijn haren nat maken bij de kraan. Ik pak gewoon de hele tijd water met mijn handen en dat doe ik dan in mijn haar. Totdat mijn haar gewoon helemaal nat genoeg is. Het hoeft niet super super nat te zijn, want ik heb mijn haren vandaag niet gewassen. Het is vandaag dag 2, dus ik heb eergisteren mijn haren gewassen. En nou maak ik het gewoon weer een beetje nat, zodat ik het weer in model kan maken. Het eerste product dat ik in mijn haren ga doen is de André Lon Happy Curls Cream. Dit masseer ik gewoon zo helemaal in mijn haren. En ik focus me vooral op de onderkant van mijn haren. Dit product zorgt ervoor dat mijn krullen meer gedefinieerd worden. Dan ga ik in met de John Frieda Frizz Ease Curl Mousse. Deze mousse zorgt er echt voor dat mijn krullen echt goed gaan krullen. Ik ga dan ook met mijn hoofd zo naar beneden, zodat ik echt dit product er echt in kan squeezen. Dit zorgt ervoor dat mijn krullen mooi gekruld worden, zoals ze gewoon moeten zijn. En het zorgt er echt voor dat ik minder pluis krijg. En dat is heel belangrijk, want mijn haar is best wel droog en ik heb best wel snel pluis. Nou mensen, hier zit ik dan. Jullie hebben dus net gezien wat ik in de badkamer allemaal heb gedaan. Mijn krullen zien er goed uit. Nou heb ik hier mijn föhn met een diffuser voor de oplettende mensen. Ik heb nou een andere föhn. Als je mijn andere haarvideo's hebt gezien, dan heb je gezien dat ik echt zo'n ghetto föhn had met een diffuser die er niet op kon, waardoor ik zo met plakband de diffuser eraan vast had gemaakt. Ik liep in de Kruidvat laatst en ik zag deze in de sale voor maar 18 euro en ik dacht, deze ga ik halen. En ik heb mijn andere föhn aan mijn zusje gegeven, want die wilde ook nog een föhn met een diffuser. Dus nou heeft zij gewoon gratis en voor niks ook een föhn. En ik vind de kleur heel mooi, zo mooi roze. Nou, dan ga ik beginnen. Ik doe eerst zo mijn haren naar voren. En dan begin ik op stand 1 en dan ga ik gewoon mijn haren zo föhnen. Oh mensen, wat ik ook nog even snel tussendoor ga doen is mijn Clinique dagcreme gebruiken. Dit is de Clinique ID dagcreme. Dan ga ik die even op mijn gezicht doen. Ik was het even net vergeten. Normaal doe ik dit voordat ik begin met het föhnen van mijn haar. Dit doe ik al gelijk omdat ik straks begin met mijn wenkbrauwen. En als ik mijn wenkbrauwen doe gelijk nadat ik mijn crème heb opgedaan, dan is het hier te vettig, waardoor mijn wenkbrauwproduct niet goed aanbrengt. Dus het moet altijd eerst een beetje opdrogen voordat ik kan beginnen met mijn wenkbrauwen. Dus vandaar dat ik mijn dagcreme eventjes gelijk doe. Want dan heeft hij genoeg tijd om op te drogen voordat ik begin aan de wenkbrauwen. En ik gebruik mijn Maybelline Baby Lips lipbalm. Om even mijn lippen te hydrateren. Want ze zijn weer lekker droog. Dat is niet de bedoeling. En dan ga ik nou weer verder met mijn haren. Zo, nou is het ietsje meer droog. Het is nog wel een beetje vochtig, maar ja, een stuk minder nat dan net. En nou ga ik op stand 2 en dat is de hoogste stand die ik doe. 3 vind ik altijd iets te hoog en als ik de stand te hoog doe, dan waait het te veel en dat veroorzaakt meer pluis. Dus 2 is de hoogste dat ik doe. Zo, nou is mijn haar in principe droog genoeg. Het is nou wel een beetje een bende. Nou wil ik iets meer volume creëren. Terwijl ik net aan het föhnen was, heb ik zo ook een beetje mijn handen in mijn haar gedaan. Waardoor ik iets meer volume krijg. Ik krap gewoon, zeg maar een beetje. En nou gebruik ik mijn André Lon Volume Poeder. En dat ga ik ook nog in mijn haar doen, op de kruin. Een klein beetje. En dit doe ik dan ook zo in mijn haar. En dan een beetje zo schudden.
Zo, en dit is dan nou hoe mijn haar eruit ziet. Het is nog een heel klein beetje nat. Het is, laat ik zeggen, echt nog 10% nat. Maar dat ga ik er gewoon zo in houden, want dat droogt vanzelf op. En hoe minder hitte je gebruikt, hoe beter het is voor je haar. Dus dit is nou gewoon hoe ik het zo een beetje laat. Lekker veel volume, lekker veel krul. I like it. Nou, dan ga ik mijn haarband in doen, zodat mijn haar uit mijn gezicht blijft. En dan gewoon terwijl ik mij opmaak, droogt het verder op. Dan gaan we nou beginnen aan de wenkbrauwen. Die doe ik normaal ook nooit op beeld, dus dat is wel handig. Ik zie wel dat er hier weer een beetje haargroei is. En ik heb geen zin om het weer helemaal te gaan harsen. Dus wanneer ik geen zin heb, heb ik dit mesje van de Action. Dan trek ik mijn huid strak en dan haal ik gewoon die paar extra haartjes zo weg. Ik gebruik normale harsingstrips van de Kruidvat ook. Zijn speciaal voor de wenkbrauwen. Maar je girl heeft geen zin en er is niet echt heel veel haar. Dus ik doe het gewoon even zo snel. Nou mensen, dan gaan we beginnen aan de make-up. Ik begin altijd eerst met mijn wenkbrauwen. Die heb ik ook altijd al gedaan voordat ik de video begin. En ik gebruik altijd mijn NYX Micro Brow Pencil in de kleur Black. Dan met de spoolie doe ik eerst zo alle haartjes omhoog. En dan ga ik het gewoon inkleuren met het potloodkantje. Dan pak ik mijn Benefit Foolproof Brow Powder. Is in de kleur 5, de donkste kleur. En dan pak ik altijd de donkere kleur hier. En dan ga ik mijn wenkbrauwen een beetje inkleuren. En dan doe ik maar een heel klein beetje, gewoon om ze iets donkerder te maken. Dit doe ik eigenlijk alleen wanneer ik een video maak. Als ik geen video maak, dan sla ik vaak de poederstap over. En waarom doe ik dit nou wel wanneer ik een video maak? Omdat door al deze lichten hier worden mijn wenkbrauwen lichter. Kijk, je ziet hier allemaal die gaten en zo. En in het echt valt het helemaal niet op, maar in een video wel. Dus vandaar dat ik dan vaak nog extra inkleur met wat poeder. En dan ga ik mijn wenkbrauwen nog strak maken met mijn Maybelline Fit Me Concealer in de kleur 20. Zo, dan zijn mijn wenkbrauwen nou mooi strak. Als allerlaatste stap gebruik ik mijn ColourPop Brow Gel in de kleur Soft Black. Deze is echt super fijn. Alleen is ColourPop een beetje moeilijk verkrijgbaar in ons land. En deze doe ik dan zo door mijn hele wenkbrauwen. Ik heb deze ColourPop Gel gehad van Smuk Cosmetics. Dus daar kun je gewoon ColourPop bestellen in ons land. Link staat weer in de beschrijving. Deze gel is zo fijn en echt helemaal niet duur. Zo, en dan zijn mijn wenkbrauwen helemaal klaar. Normaal begin ik dus pas nu met de video. Oké, nou dan ga ik beginnen met de ogen. Ik ga vandaag een beetje voor een bruine glam make-up look. Het paletje die ik gebruik is mijn Anastasia paletje Soft Glam. Dit is echt een van mijn favoriete paletjes. Kijk hoe vaak die al is gebruikt, jongens. En ik gebruik paletjes echt niet super vaak, omdat ik er zoveel heb. Maar dit paletje heb ik echt wel vaak gebruikt. Is echt mijn go-to paletje voor dit soort looks. Dus we gaan even inzoomen op mijn gezicht en dan beginnen we met de ogen. Ik ga beginnen met het primen van mijn ogen met mijn P. Louise Base in de kleur 01. Ik ga beginnen met de hele donkere matte kleur. Die heet Cypress Amber. En die kleur breng ik aan in mijn binnenste ooghoek en ook in de buitenste ooghoek. Want ik ga vandaag voor een halo eye. Al kijken hoeveel pigment er van afkomt. En ook met die oogschaduw base. Die is echt ideaal als je echt veel pigment wilt hebben. En ik druk dit er gewoon zo in. Dan pak ik de iets lichtere bruine kleur ernaast, Rustic. En die ga ik dan zo op de randen een beetje erin duwen. Ook nou blend ik weer niet, ik plaats het er gewoon zo op. En nou met de kleinste fluffy kwast uit de set heb ik ook weer die kleur gepakt, Rustic. En nou ga ik een beetje de randen blenden. Ik heb echt maar een heel klein beetje gepakt. En dan gaan we gewoon een beetje zo alles blenden. En we blenden het zo naar elkaar toe. Met die kleine kwast pak ik ook een heel klein beetje van de donkerste bruine kleur, Cypress Amber. En die ga ik ook een beetje zo blenden bij de randen, maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. Nou pak ik mijn Revolution Cut Crease Canvas in de kleur Medium. En dan ga ik de halo eye maken. Ik maak een cut crease in het midden. Dan pak ik de glanzende kleur Fairy. Die is zo heel mooi goudachtig. Maak ik mijn kwast weer nat met MAC Fix Plus. En die kleur breng ik aan op de cut crease.
Kijk hoe mooi die kleur is, jongens. Super mooi goud. Dan blend ik het in met de bruine kleuren. Oeh, ik vind dit echt zo mooi. Ik hou van bruin en goud. Dat zijn echt mijn favorite colors. Dan wil ik ook een winged liner maken. Ik gebruik mijn Clinique Pretty Easy Liquid Eyeliner Pen. Deze is nieuw. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik schud altijd. Ja, mooi. Deze is echt super precies. De punt is echt super punterig. Super spits. Waardoor je echt een hele precieze lijn kunt maken. Ik vind hem best wel fijn. Ik vind hem alleen niet zwart genoeg. Ik had hem toch wel iets meer zwart mat gewild. Maar op zich vind ik het een prima eyeliner. Vooral als je heel secuur wilt zijn. Als mascara gebruik ik mijn Be Creative Makeup Mascara. Dit is de Scandalous Lashes Mascara. Als wimpers gebruik ik mijn Baby Doll wimpers in de stijl 730. Deze zijn te koop bij de Primark. Ga ik even opdoen, kom ik zo bij jullie terug. Oh mensen, ik word weer gek van die lichtbalk hier achter mij. Dat komt dus, want achter mij is er een raam en de zon komt daarop. En elke keer wanneer de zon daar komt, krijg ik hier die lichtbalk. En dat raam, die heeft geen gordijn, dus ik kan er niks voor doen. Zo annoying. Ik pest de hele vibe van de video. Nou, ik ga mijn gezicht primen. Ik ga nu beginnen aan het gezicht. We maken straks de ogen af. Ik gebruik mijn Max & More Hydrating Face Primer. Primer van de Action en is echt super super fijn. Als foundation gebruik ik mijn Catrice HD Liquid Foundation. Ik heb hem in de kleur 36 Hazelnut Beige. Ik ga mijn gezicht cream contouren met de Huda Beauty Tantour in de kleur Medium. Een mooie donkere bruine contourkleur. Zo, als concealer gebruik ik mijn Fenty Beauty Concealer in de kleur 210. Je zult wel denken, Sarah, je contour is niet goed ingeblend. Die ga ik zo meteen verder inblenden met de concealer. Als gezichtspoeder gebruik ik mijn Biotuline Hydralon Poeder. En dan ga ik hiermee baken op alle plekken waar ook de concealer zit. En dan ga ik nog één keer contouren, maar nou met mijn NYX poeder. En ik gebruik zoals altijd deze kleur. En dan ga ik nog één keer met een pressed poeder hier onder mijn ogen. Ik gebruik mijn Benefit Hello Flawless poeder. Dat is gewoon een hele lichte kleur. Die is by the way niet meer te kopen, heb ik gehoord. Dus ja, maar nou hebben ze wel een andere. Dus ja, die ga ik dan halen als deze echt helemaal op is. En dan de meest cruciale stap ever, MAC Fix Plus. Ik heb hem in de geur Coconut. Dat is mijn fave geur. Oké, nou het gezicht is nou even goed. Ik ga nou heel even snel mijn ogen afmaken. Ik gebruik een bruin oogpot, loodje van Essence. Die is in de kleur 08 Teddy. En die breng ik aan op mijn gehele onderste waterlijn. En dan uit mijn paletje pak ik weer die donkste bruine matte kleur. En die kleur breng ik dan aan op de onderste wimperrand. En dan pak ik weer die lichte bruine kleur ernaast, Rustic. En daarmee ga ik die andere kleur een beetje uitblenden. Wat ik dan ook nog wil doen, even kijken, ik wil ook een beetje van die goud hieronder aanbrengen. Ik pak een heel klein beetje concealer, breng ik aan hier in het midden. En dan pak ik weer die mooie gouden glanzende kleur Fairy en die breng ik dan aan hier waar ik de concealer heb gedaan. En dan nog een beetje mascara op de onderste wimpers. Nou ga ik mijn gezicht bronzen met mijn MAC It Give Me Sun Bronzer. Als blush gebruik ik Milani Baked Blush in de kleur Berry Amour. En als highlighter gebruik ik mijn Physicians Formula Butter Highlighter. Echt wat een naam. In de kleur Champagne. Dit is echt een van de meest prachtige gouden highlighters en mijn favoriet. Die breng ik dan ook zo aan in mijn binnenste ooghoeken. En ook een beetje zo onder de wenkbrauw. Dan als laatste de lippen. Ik gebruik als lippotloodje Morphe Sweet Tea. En als lipstick gebruik ik ook weer een lipstick van Be Creative Makeup in de kleur 001 Blossom. Dit is een prachtige nude kleur en dit is echt een van mijn favoriete lipsticks van het moment.
Echt, I love deze combo. Echt prachtig. En dan als laatste fixing spray. Ik gebruik mijn Morphe X Jeffree Star Setting Mist. Zodat alles goed op zijn plek blijft zitten. Nou mensen, wat vinden we ervan? Ik ben helemaal klaar met de make-up gedeelte van de video. Er komt ook nog een kleding gedeelte. Ik ben heel blij met de make-up look. Ik vind het echt super mooi. Dit is echt een glam look waar ik voor zou gaan. Bruin en goud staat me altijd het mooiste met mijn lichtbruine huidskleur. Dus dat matcht altijd het mooiste bij mij. En ik ben heel blij met hoe de look is geworden. Het is gewoon geworden zoals ik het in mijn hoofd had. Dat is niet altijd het geval. Nou ga ik ook nog wat nieuwe kleding proberen die ik heb gehad van Chiquelle.com. Ze hebben een crazy Black Friday week. Dus er is allemaal kortingen op hun website. Ik zet alles beneden in de beschrijving. En ik heb een aantal producten voor hen gehad die ik even snel wil gaan aandoen. Even bekijken wat ik ervan vind. En dat ga ik gewoon even doen samen met jullie. Ik heb gewoon even een sportlegging aangedaan. Want ik heb alleen maar kleding voor boven. Dus ik dacht bij mij, ja nou ik hou gewoon die even aan. En whatever. Het gaat meer om de kleding die ik erop aandoe. Het eerste wat ik ga laten zien is een truitje die ik van hun heb gehad. Ik heb hem in maat M. Het is een zwarte, simpele trui op zich. En hier beneden heeft hij zo van die touwtjes. Kijk, even van iets meer close-up. Ik weet niet of je nou echt veel beter kunt zien, maar whatever. Die ga ik even aandoen. Zo, dit is dan de trui. Hij is gewoon helemaal strak. En dan wat je kunt doen, nou is hij nog open. En je kunt hem zo strak trekken omhoog. En dan gaat hij zo hoog. Kijk. Je kunt het zo strak doen als dat jij wilt. En dan heb je een beetje gewoon zo'n top. En deze twee sliertjes. Je kunt gewoon een strikje maken zo. Wat jij wilt doen, whatever. Kijk, en dan heb je een soort van hoge, strakke trui. Heel leuk met een jeans die hoog gaat of whatever. Hij is gewoon helemaal zwart. Ik vind hem heel erg leuk. Ik zou hem persoonlijk niet zo hoog doen. Ik zou hem toch iets meer omlaag doen, want dat vind ik wel leuk. En ja, hij schijnt een beetje nu door. Maar dat komt door de lamp die nou helemaal zo op mij schijnt. Normaal schijnt hij niet per se heel erg door, denk ik. Ik denk echt dat dat door het licht komt. En ja, ik vind hem wel leuk. Het is gewoon een mooie, simpele, zwarte trui. Wat ik ook van hun heb gehad, is een vest in maat. Oh, er is maar één maat. Dit is de vest. Hij is echt best wel zwaar en echt van wol. Lekker zacht en warm voor in de winter met zo fel roze erop. Die ga ik ook even aandoen. Zo, en dit is dan de vest. Gewoon een simpele vest. Hij valt echt net over de kont. Echt net. Maar ik vind hem wel heel leuk. Vooral ook zo met die felle kleur erbij. Ik ben echt een persoon, ik draag altijd zwart. Dus ik heb dan nou alsnog mijn zwart, maar dan toch met een beetje kleur erbij. Hij kan ook dicht. Kijk. Ik zal hem even dichtknopen. Hij heeft 4 knopen. Oké, ik heb geen zin om hem helemaal dicht te knopen. Zo is hij dus dicht. Maar ik persoonlijk zou hem echt nooit dicht dragen. Maar gewoon zo open. Ja, ik vind het een leuke vest. Ik had persoonlijk gewild dat hij iets langer was geweest. Maar goed, dat is hij niet. Het is wat het is. En hij is echt super warm. Echt, I like it. Dan heb ik hier nog een soort van crop top hoodie. Hij is bruin, hij is van wol, hij is echt super zacht. Ik wou maar dat ik kon laten voelen hoe zacht hij is. En hij is bruin, je had hem in meerdere kleuren. In welke maat heb ik hem? Ik heb hem ook weer in maat M. Super cute. Normaal is dit niet iets wat ik zou dragen, maar ik vond hem wel cute uitzien. Dus die ga ik even aandoen. Zo, en dit is dan de trui. Hij is super zacht. En achter heb je een capuchon, zoals je kunt zien. Hij is echt super, super zacht. Met mijn lichaamsfiguur is dit niet echt ideaal, want hij maakt mij dan een beetje dik. Want mijn figuur gaat echt zo. Dus het smalle gedeelte is echt hier. En als je dit smalle gedeelte niet ziet, dan lijk ik dus heel dik. Vind ik altijd persoonlijk. En dit zorgt ervoor dat mijn figuur zo recht wordt. Dus het is niet echt ideaal voor mij. Ik zal hem wel dragen, because I don't give a F. Of ik nou dik lijk of niet, I don't care. Als ik het cute vind, vind ik het cute. Ik zou het dragen met een hoge jeans of zo. Hij is echt super warm. Kijk, dit is de stof van iets meer close-up. Het is echt net zo'n schapenvacht. Dus ondanks dat het niet ideaal is voor een figuur als mij, vind ik hem wel heel erg leuk. En zou ik hem wel dragen. Dus ja, I like it. En dan als laatste heb ik hier een grote wollen trui. Hij is dus helemaal in felle kleurtjes. Iedereen die mij kent gaat nou echt iets hebben van, oh mijn god, Sarah, heb jij een keer iets gepakt met felle kleuren en geen zwart? Ja jongens, want anders wordt het allemaal wel een beetje saai. In welke maat heb ik? Oh, het is one size, dus gewoon één maat. Hij oogde op de site groter. Hij is ook een beetje crop top, I think. I'm not sure. Toen mijn moeder die zag, wil ze hem echt gelijk hebben. Dus ik denk dat ik hem sowieso aan haar ga geven, want ik heb best wel veel kleding. Ik ga hem even aandoen, genoeg praat. Nou, dit is dan de trui. Het was al een beetje wat ik dacht. Hij is best wel kort. Op de site zag het er niet zo uit. Hij heeft een ultiem hoge kool.
wol. Echt, je gaat zo lekker warm zijn in de winter. Dat vind ik wel fijn. Hij kriebelt wel een klein beetje. En ik vind hoe die valt, vind ik niet zo mooi. Hij valt zo een beetje bol. En dat vind ik niet mooi, want ook dat maakt mij weer onnodig dikker dan dat ik al ben. Dus ik had hem graag iets meer zo gewild. Zo had ik hem wel cute gevonden. Maar dat is hij niet. Hij valt gewoon zo bol. In principe vind ik het een cute trui. Als dit jouw ding is, dan is hij gewoon goed. Ik vind alleen niet fijn dat hij ook zo kriebelt. En kan er echt niet tegen. Ja, dit is ook het laatste wat ik aandoe vandaag. En dit is ook het enige waarvan ik denk, nee, dit is echt niks voor mij. De rest is echt iets wat ik zou dragen. Maar dit is toch niet helemaal mijn ding. En aangezien mijn moeder hem zo leuk vond, ga ik hem sowieso aan haar geven. Dus ja, dit is dan de laatste trui. Nou mensen, dit was dan de video. Ik hoop dat iedereen er weer van heeft genoten, zoals altijd. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht in beeld om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!